is wel leuk, hè? Dank je, Piet. Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Broer Piet. Best wel bekend in het paleis eigenlijk, samen met Pietje Portier, denk ik. Zijn wij bekend? Ja, we zijn bekend, hè? Wij zijn bekend, ja. Ja, ik meer natuurlijk. Maar... Ja, ik wel, maar ja, want ik doe alleen de portier. Dat is ja, nou ja, ook nog niet meer automatisch. Ook niet automatisch. Dus. Ja, we hebben automatische deur, hartstikke leuk. Achter deze deur, die glazen deur zeg maar, als ze er binnen gaan, zit aan de rechterkant, zit dus Sinterklaas. Ja, goed zo. Als ik zeg Sinterklaas, zeggen jullie, oh, ja? Achter deze deur zit dus Sinterklaas. Oh. Ja, beter. Achter deze deur zit dus Sinterklaas. Oh. Vind ik beter. Na Sinterklaas ga je naar beneden toe, daar heb je de Pieterslaapzaal, waar wij slapen. Oh. Ja, dat hoeft niet hoor. Ja. Ja, slapen wij, dan kun je ook tekeningen maken. Wordt voorgelezen. Wordt ook voorgelezen, ja. Hartstikke leuk verhaal. Ik heb hem stiekem al gehoord, hartstikke leuk. Daarna ga je naar een zaal toe waar je vorig jaar pepernoten kon bakken. Helaas gaat het niet door, want de oven is namelijk ontploft. Wat is je naam? Noëlla. En hoe oud ben je? 6. Ik bedoel 7. En wat heb je getekend? Nou, ik heb hier Zwarte Piet en dat ben ik dan. Voor wie is die tekening? Is voor Sinterklaas. En heb je al een verlanglijstje gemaakt? Nou, ja, eigenlijk heb ik maar één ding. Eén ding? Ja. Wat dan precies? Een zitkussen. Heb je Sinterklaas net al gezien? Ja. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Nou, hij zei, ben je een beetje baas geweest en zo. Nou Piet, waar zijn we? In het Pietenhuis in Schiedam. En wat doen we hier? Ja, de kinderen vermaken. Ja. De kinderen komen langs om Sinterklaas te zien. Dus, wat kan je allemaal doen vandaag? Je kunt tekenen, dat zien we hier. En je kunt de Sinterklaas bezoeken natuurlijk, dat is boven. En dan kun je in de ruimte verderop nog dingen zien van Sinterklaas. Wat voor dingen van Sinterklaas? Dus je kunt zijn speelgoed bekijken. Speelgoed van vroeger, hoe dat eruit zag. En zijn bad, die ligt helemaal vol met pepernoten. Als u Sinterklaas en Zwarte Piet leuk vindt, dan bent u welkom. Kan ik hier dan naartoe gaan en zomaar naar binnen lopen? Ja, aan de hoofdingang kunt u naar binnen lopen in groepen van 35, geloof ik. Dus dan wordt u gewoon naar binnen gestuurd en dan loopt u de route af. Nou, de vrije inloop 's middags is van 1 tot half 5 op zaterdag en woensdag. En 's middags zijn er groepen, scholen, maar dat is afgesproken. Dit is de schatkamer van Sint, waar de oude cadeautjes van oude speelgoed van zijn tijd allemaal erin zitten. Allemaal leuke poppetjes, een poppenhuis, een voetbal waarmee hij vroeger heeft gespeeld. Daar zit ook een hele oude fiets. Een fiets met zo'n klein achterwieltje, een hele grote voorwiel. En gewoon heel veel poppenhuizen. En een kruiwagen met een paard eraan. En zo heb je nog heel veel dingen. Het is echt heel groot. Wat heb je eigenlijk nog meer? Hier heb je een plek waar een vrouw straks komt voorlezen. En met haar eigen boek. En dan kan je, net toen de klassen nog rondkwamen, toen hadden ze ook dat je een teken moet maken voor Sinterklaas. En je kan dan ook nog eens de grote Sinterklaas bekijken. Daar zit Sinterklaas. En dan komen allemaal kinderen daar naartoe. Het is hier heel groot. En er loopt ook nog eens een speurtocht over heel Schiedamstad. Dus dat is heel groot. Nu zijn de kinderen een beetje velend of valt dat wel mee? Ja, net bij de klasse moesten we achteraan gaan rennen om ze op te pakken. Moesten we echt oppakken. Nee, nu niet. Andere kant op. Yes. Die naar Spanje moet. Nee, tot nu toe geen stoute, echt stoute kind. Eens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe het pot zijn paardje en dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoekt is, krijgt lekker rust.